Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. We beginnen aan de laatste game uit deze serie. We gaan Super Mario Odyssey spelen. En Sander, ik hoop dat je deze gaat winnen. Sander heeft een aantal minuten straftijd, dat zie je bij hem onder zijn facecam. Misschien dat hij dat nog goed kan maken, dan moet ik alleen wel de hoeveelheid minuten dat hij straftijd heeft, moet ik minder aan manen hebben. Dus het wordt heel lastig, maar het is niet onmogelijk. De tijd gaat er nu in. Okay. Ik ben erg benieuwd. Ik heb het echt al lang niet meer gespeeld. In the skies above Peach's castle. Is ben jij daar nu pas? Ja, dat ben ik nu pas. Oh, dat klonk heel denigrerend. Zo bedoelde ik het niet. Nee, maar... Uitleg. Ik heb per ongeluk aangedrukt. Oh. Na het intro. Nou, geeft niks. Dus vandaar dat ik eventjes vroeg, ben jij er nu pas? Want dan weet ik dat ik eventjes op de startbutton moet drukken. Oh nee joh, dat haal ik wel in. Kun je, joh. Dan is het eerlijk. Ik haal het wel in, joh, zo. Nee. Niet mijn petje. In de shredder met dat petje. Ah, dus heb ik nog zo'n papierversnipperaar. Die heb ik. Oh. Ah, hij heeft gewoon zijn voet. Nee. Dat kan ook. Tand te grote voet. Time for my wedding with Peach and Peach. Jealous Mario. Ik doe de voice acting vandaag voor Bowser. Oh. Nu gaat hij door de shredder. Wee. Jawel. In plaats van manen zoeken we stukjes van Mario's pet. Oh, wat is dit? Dit is zo'n hoedeguy. Een hoedeguy. Kibum. Zou hij van het hoederijk zijn? Nou, ja, zie wat hij dit heeft. Ik ben van het mensenrijk, denk ik. Nou. Crazy guy rijk. Crazy guy rijk. Ik weet hoe ik looking around in. Hey, jump. Oh, oh, die guy is bang. Wat? Hoe werkt het ook weer? Die komt toch? Hoe deed je de rolling? Oh, dit is zo zonde. Ik dacht dat je ook kon rollen, maar... Ik denk ook wel dat het kan. Ja, alleen ik weet niet meer hoe. I just throw cap. No cap, man. No cap. Ik snap het. Ja, hiervoor moet je wel kunnen rollen. Oh, wacht, ik weet het al. Unfortunately, all our airships were wrecked by the attack. Oh nee. Ik weet wel weer hoe ik moet rollen. Het is alleen jammer dat het fout ging. Maar dat boeit niet. Dat is wel een goede YouTube titel. Rollen gaat fout. No, no cap. Ah, die moet je eventjes, als je die naar mij stuurt, moet je dat even erbij zetten. Die is wel leuk. Ja. Dat is wel zo'n leuking. Dit de enige keer wordt dat ik Milan in kan halen. Coins, kaboom. Wat? Ik zag coins. Oh. Wat is dat ook? Ik weet niet wat het is. Een brug. Rolling, 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 rolling.
Vertel JK that I'm still rolling. Bro. Jij zo'n agent? Because I see them rolling. They do be hating. Mm-hmm. Oh, dat is hier gewoon. Oké. Okay. Oh ja, ik moet zo'n rubber pakken. Rubber, hallo? Je moet wel zo'n rubber pakken. Dit is fucking eng als je hierover nadenkt. Ja? Ja. Yeah. Waar denk je over na? Over dat je zo'n kikker wordt. Oh. Ik heb echt gewoon hersens poel ding. Oh. Dat was... Ik ben een frog met een moustache. Yo. Ik ben een frog. Wow. Ik heb een moustache. And I'm drinking two frogs for sure. Nee, gaat hij er niet? Nee. Dat dacht ik. Je bent zeker zo maf in de case. I do be mathing. Ja, volgens mij spelen wij Mario Odyssey. Hoe is je dan? Oh. Ja, ik weet niet. Misschien aan de... Door de magische poedering zeker. Ja, dat is het. Hoe kijk hem gewoon? Kiek hem gewoon! Kiek hem gewoon. Ja, ik snap het. Sandra is snapping it. Zijn jullie ook wel een keer op hem? Ik moet meteen vechten tegen zo'n hoede meneer. Hoede meneer? No. That's so crazy. Why doet hij dat? Weet ik niet. Why are you doing that? St. Patrick's konijn. St. Patrick's konijning van de Sint. En de Patrick. Kadoen. Zou je dan ook een ster zijn? Je bent mijn superster, mijn rockster. Je bent mijn beste vriend. Hoe gaat dat toch? Als jij dat wil, jongens, Sander. Dan mag dat. Jo. Echt jongen, ik ben zo'n Mario meester. Ja? Dat is vooral geen Pokémon meester. Want dat ben ik ook, maar dat hoort niet bij deze game. Oh. Nou, dan weet ik niet of je dat bent. Wow, wat een haak. Ik bedoel, alleen jij bent zo goed in deze game. Dat, ik weet niet of je... Ik kan het gewoon nog niet geloven dat je ook goed bent in andere games. Zo goed ben je. Mhm. Ja, mag toch? Als jij dat wil, jongens, Sandro. Als ik jou daar blij mee maak. Jij maakt me overal blij mee. Ja? Dat is niet waar. Dat is niet helemaal waar, maar wel blij. Vaak jouw streamshot aan die dossen? Nou, je bent niet de enige. Hm? Ja, dat doet Leen toch ook altijd? Wie? Leen? Ken je die niet? Leen? Ja, dat is mijn certified internet hater. Ken je die nee, niet? Ken ik niet. Nee, ik lul ook maar wat. Je bent een lastige jongen. Fuck. Een lastige kijk, boy. Dit gaat me tijd kosten. Dat klopt, ja. Ik ga rechteruit. Meteen weer zo boos doen. Boos doen? Oh ja, het is wel gerechtigheid hoor. Yeah. Yo, ik kan een change-up worden. Kabooming! Ik vind het veel te leuk. Fuck. Oké, dat lukt niet. Sander, heb je je eerste maan al? Ja. Yo, jij loopt verder in dan ik, King.
Ja, maar... ik heb tijd... tekort. Oh. Dat is niet per se de bedoeling. Ken je ook die rap van... ik heb slaaptekort, want ik slaap tekort? Ja. Wat een mooie. Ik heb tijd tekort, want ik heb tijd tekort. Huh? Huh? Oh nee, dat werkt niet. Nee. Nee, dat werkt niet. Ja. Ja, doe nog maar. Ik heb 1 maand. Je hebt 1 maand. Ik dacht dat je de maan al had, joh. Ja, ik had hem ook al, maar nu heb ik hem in de ship gestopt. Oh. Dus die game is echt mooi. Vind je? Ja, jij niet dan? Nou, ik ook eigenlijk wel. Ja, nee, ik ook wel. Hoe deed je ook weer diven? Als in hoe bedoel je? Je kan ook voor je uitduiken, zeg maar. Als ik me niet vergis. Ja, I toch? Als je springt en dan... Oh nee. Als je springt en dan... ZL? Dan gaan we eens proberen. Nee, dat werkt niet. Wat kon je ook weer met die coins? Had jij dat nog? Met die paarse? Ja, of de met die gewone? Paarse. Items voor in de shop. Oh, verder niet. Automatisch. Oh, dat is fijn. Ja, ik weet het. Ik heb het net zelf gedaan. Gaat hij me nu vertellen? Yo, je hebt dit en dit bereikt met je leven. Ja, joh, ik was erbij. Toevallig. Ik ben trots op je dat je erbij was, Sandra. Was je Maya erbij? Nee. Dat dan weer net niet. Ja, ik weet het. Oké. Dat is zo'n Engels leenwoord, hoorde je dat? Bedoeling? Ja. Heb jij die multimaan al? Nee, zo ver ben ik niet. Heb jij de multimaan wel al? Mogelijk. Nee, oké, dan weet ik dat wel weer. Which is... Dat je Velsing yes. hebt gespeeld, denk ik. Wat? Nog helemaal de moeite gedaan om op die guy te klikken, hè? Om op die, hoe heet dat? Nog helemaal moeite gedaan om op dinges te klikken.
home, zodat... Ja, ik zei dat het niet hoeft, hè. Maar ja. Ja, en dan alsnog ga je zeggen, yo, you false spelling. Nee, jij zit nu te zeggen, yo, you false spelling. Terwijl, I'm not false spelling, because I Sander, jij zit ook try in deze my game. Best to not... Wat? Oeh, dat is wel ziek. Je hebt zo'n gouden hond. Wauw. Ik ga... Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, gozer. Wel zeggen. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Waar haal je dat nou weer vandaan? Oh, van mij. Oh, nee, vrouw. Yo, Mario, als je nou even naar boven... Ah, oh, kut Mario. Nog 8 minuten. Iets meer. Nog 8 minuten. Oh ja, maar in deze game moet je gewoon stilstaan, denk ik. Ja, dan moet je gewoon stoppen. Ja, je hebt hier niet echt... Behalve als je een bos. Ik wou zeggen, dan moet ik nog even snel een leveltje in, maar dat is niet hoe dat in deze game werkt. Nee. Behalve als je een bos fight bent of zo, zeg maar. Dan kan ja, je... oké, okay, maar. Oké. Okay. Nou, is wel een voordeel. Hier ken ik ook meer stemmen. Had je al genoeg sterren, ja? Wat? Had je al genoeg sterren om naar de volgende lijntje te gaan? Mogelijk. Ja. Nou, ik ook. Maar dan loop je echt voor. Ik had niet verwacht dat je al die sterren die ik had gepakt ook al zou hebben. Maar had jij precies genoeg of had je meer? Ik had precies genoeg. Had jij er meer? Nee. Nee, nee. Nee, maar ik wilde wel weten of jij er meer had. Oeh ja, Toast Arena. Leuk speedrun trucje meten. Of ja, hier. Zegt hij als hij de half buiten beeld is. Nee. Met die ster die ik net deed, is een leuk speedrun trucje mee te doen. Kibumi. Maar ik kan niet zeggen wat, want dan weet Milan misschien welke sterring. Nou, gelukkig edit ik deze aflevering niet. Oh ja. Ja, maar het is toch weer, als ik het nu niet zeg... Ah, nee, ik hou het voor me. Ik hou het even voor me. Doe dat misschien dat ik het je na de aflevering wel zeg. Dan mag ik toch niet meer bewegen. Oh. Ja, sorry, hey, ik moet wel een beetje gemeen spelen. Jij bent zo'n onaardige jongen. Milan. Dat ben ik. Het spijt me, maar ik moet wel een beetje gemeen spelen, want... Ik heb heel veel tijding.
misgelopen. En hier is de plaats waar ik kan winnen. Misschien, hoop ik. Nou, dit was... Ja, dit kan wel. Oké. Nee, maar het is wel echt waar. Normaal zou ik niet zo moeilijk doen, maar nee, joh, ik maak, dit is voor mij wel gewoon... Ik wil het je best na de aflevering. Nee joh, nou, ik zit er helemaal niet mee. Ik maak het ook maar een grap. Het maakt me allemaal niet uit. Ja, maar dan weet je dat speedrun truc ook niet. Nou, dat maakt niet uit joh. Ik ga er toch wel van uit. Gemeen. Gemeen, maar wel waarheen. Nou, ik weet niet welke... Ja, dat is wel een nadeel trouwens. In deze game kun je heel erg... Als jij sterretjes niet weet en ik loop voor... Dan heb jij heel erg geluk met editing trouwens. Ja, ja, dat klopt. Alleen, er is ook gewoon Google. Dat is waar. Dat is zeker... Oh, wat deed ik dan? Dat was niet per se de bedoeling. Maar wel leuk dat het dat doet. Aan de andere kant, als ik echt... als jij voorloopt, dan kost het je meer tijd om die sterren te pakken. Daarom. Zeg maar, als jij in een ander landje bent, omdat ik nu besluit hier heel veel sterren te pakken. Of maan eigenlijk. Mm-hmm. Dan heb je er alsnog niet zoveel aan. Heb je dat al gezegd? Ja, sorry. Sorry? Het is gewoon zo. Het is gewoon aardig. Ja, sorry, ik ben nog niet zo bekend met dat hele aardige gedoe. Dat is wel dat is nieuw, een ja. Nieuw voor. Als je het omgaat met Z-Man, dan leer je dat ook niet. Nee, kijk, dat is het probleem, hè. Oh, dat is de andere kant. Oké. Nee. Ja, ik heb het door. Hoeveel tijd nog? Een moment, ik zit even op een drukstukje. Ah, nee, oké. Okay. 2 minuten. Hoeveel sterren heb jij nu in deze wereld? In deze wereld 3. Toast Arena. En jij? 5. Wauw. Jij weet echt... Wauw. Ik denk dat ik eindelijk gelijk heb. Dat je echt wel voordeel hebt dat je echt... Ik had dat niet verwacht. Ja. Ik had niet verwacht dat ik hier zoveel... beter in zou zijn dan jij eigenlijk. Ja, het is, ik denk dat voor mij hier is gewoon heel belangrijk dat je nog een paar sterren weet, manen weet. Omdat er zoveel zijn. En je eigenlijk wat dat betreft niet per se mega veel nodig hebt. Maar wel, bijvoorbeeld in dit landje heb je er best wel veel nodig voordat je verder mag, zeg maar. Ja, dat klopt. En als je dat niet weet, ja, dan is dat lastig. En dat merk ik nu al. En we zijn nu pas voor de eerste aflevering hier. Ja, dat is niet handig. Maar goed, later in de game geldt dat voor mij denk ik ook hoor. Want het begin heb ik zo vaak gezien op speedruns ook. En later... ja, weet je, zo'n speedrun dat duurt echt 1,5 uur. Tenminste, degene die ik keek. Dus dan ja, heb je niet tijd om alles te kijken. En dan, ja, als je begin meemaakt. Ja, precies.
Dus... ja, dat is ook maar net... het geeft misschien ook een beetje een vertekening beelding. Maar ik vind het wel leuk dat het daardoor misschien wel een stuk spannender is. Nou, ik hoop het. Kut. En zeker als ik elke keer op deze manier dood ga. Tip, ga niet dood. Dat schijnt niet zo handig te zijn. Oh, is het bij deze game dat je niet dood moet gaan? Zie je, dat is ook al iets wat je wist. Zou ik je eens wat vertellen? Wat wil je vertellen? Dat het niet gunstig is om... om dood te gaan, ook niet in anderen. Oh, echt niet? Oh, dat heb ik elke keer wel gedaan. En toch had ik zo dik gewonnen. Oh. Ik ga hem zeven. Ik weet niet hoe dat zit. Ik heb namelijk nu eentje... een ster. En die werkt met van die kleine maantjes. Weet je dat nog? Oh, ja, ja, ja. Dus ik weet niet of ik die nou hou als ik save en eruit ga. Maar dat zien we vanzelf. Ja, precies. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sander staat voor. Tot de volgende keer. Adios, amigos. Joejoe.